We verkopen nu online in meer dan 50 landen. En waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Focus. Als je dan je doel hebt en je visie, wijkt daar niet van af. Het is gewoon Manchester United geweigerd. Ja. Wel cool. Toen was de omzet ineens gedeeld door 2 in de maand voor kerst. We hadden veel meer dat gevoel erin gelegd, terwijl mensen gewoon duidelijkheid willen. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe, Google Analytics checken. We zijn bezig met cruises en treinreizen komen eraan. Nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Ze is in 2020 opgenomen in de quote lijst Selfmade Millionaires met een waardering van 14 miljoen. Maar ik heb zomaar het zware vermoeden dat dat nog maar het begin is. Bij mij te gast onderneemster Loes Daniels van Experience Gift. Loes, hartelijk welkom. Dank je. Ja, dat is maar het begin, hè, toch? Zeker. Ja, want wat zijn de targets? Ik las ergens 100 miljoen, hè, in 2 jaar of zoiets. Ja, absoluut. Het doel is om het bedrijf de komende jaren sterk te verbeteren. Ook de concepten, meer concepten te lanceren. Ja. En als we dat gaan kwantificeren, inderdaad naar een omzet van 100 miljoen euro. Je zegt we, wie is we? Inmiddels niet meer in je eentje. Nee, ik ken het hele team. Dus mijn compagnon Jorik Schreuder en een team zijn we inmiddels met 24 man. Experience Gift, voor diegene, die paar mensen die zitten te kijken die het nog niet kennen, zeg maar. Wat is het? Met Experience Gift maken wij het mogelijk om iemand een ervaring cadeau te geven. Mm-hmm. Dus gestart in 2014 met Hotel Gift. Een cadeaukaart voor inmiddels meer dan 270.000 hotels wereldwijd. Daarnaast hebben we in 2017 Flight Gift gelanceerd. Een cadeaukaart voor vluchten van alle grote airlines. En in 2019 Activity Gift, een cadeaukaart voor activiteiten. Ben jij het zelf begonnen? Ja. Ja. Waarom? Het bestond nog niet. Ik wilde toen... Dat zou een vervolgvraag zijn. Wie zou toch denken dat er al was? Ja, je had wel hotelbonnen en zo, toch? Ja, precies. Je hebt een nationale kaarten voor hotels in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook in Engeland heeft dat. In Amerika. Maar er was nog geen cadeaukaart waarmee je echt iemand een hotel of overnachting wereldwijd cadeau kon geven. Van Londen, Parijs, New York, Sydney, noem maar op. En dan heb je dat idee, dat was 2014, toen was je nog piepjong, want je bent nou nog piepjong, dus was je toen al helemaal piepjong. En, wat doe je dan? Ik was toen consultant bij Ernst & Young. Aha. En als een echte consultant ben ik een Excel-model gaan bouwen. In je vrije tijd neem ik aan, hè? Ja, en de avonturen en de weekenden. Ja. En dus gekeken van wat heb ik allemaal nodig, wat zou het stappenplan zijn. We begonnen met een Excel, echt gaan cijferen. Ja, business case. Van hoe groot is de markt en gewoon alles gaan uitkloppen. Ja, precies. En is er vraag naar. En de giftcardmarkt groeide toen al met meer dan 10% elk jaar. Dat is nog steeds zo. En een website toen echt gemaakt met PowerPoint slides. Van, dat kon ik wel. Van, als je hierop klikt, ga je dat gebeuren. Zo moet het eruit zien. Ja. En op het begin gedacht van, dit moet schaalbaar. Ja. Dus in de happy flow, zoals we dat noemen, komt er geen medewerker aan te pas. Mm-hmm. En zo zijn we heel snel op kunnen schalen. En, en had je veel startbudget nodig? Ja, ik had zelf spaargeld en ik heb een lening van vrienden en familie. Friends, family and fools. Ja. Inderdaad. Hoe heb je dit geregeld? Hoe werkt het systeem? Ja, we hebben wel alles echt zelf gebouwd. Dus eigen software en eigen development team. Ja. Maar we zijn begonnen met 110.000 hotels. Ik ben niet bij elk... niet 110.000 hotels. Maar hoe werkt dat dan? Leg eens uit hoe dat werkt. Want jij koopt niks in bij dat hotel, of wel? Jawel, ja. Aha. Ja, maar op het moment van verkoop. Dus wij zijn gekoppeld op alle reserveringssystemen van de hotels. Dus als je bij ons gaat zoeken, dan krijg je real-time de prijzen en beschikbaarheid. En na het moment van betalen maken wij de boeking. Oké, dat is best wel. Dat is geen simpel websiteje dan. Nee. Dat was op de initiële investering met name ook om mee te beginnen. Ja, dat was puur de... was met name de website, ja. En dan spreek je commissies af? Ja, je koopt in tegen net rate. Ja. Daar kan je dan net commissie op toevoegen. Wat zijn de marges? Of is dat allemaal geheim in die wereld? Ja, dat houden we wel onder de radar. Want dat is je businessmodel, hè? Ja, absoluut. Ja. Okay. En ik kan wel zeggen, we hebben hotels en vluchten en activiteiten. En bij hotels is het wel beter dan bij vluchten. Bij vluchten is echt... Flinterdun waarschijnlijk. Flinterdun, ja. Dus dan moet je het van schaal groot hebben. Echt volume, ja. En wat is het volume op dit moment? Waar sta je nu als bedrijf? We beginnen weer op te krabbelen uit corona.
Dus we zitten inmiddels weer op 2019 levels. En, uit de levels van 2019? Ja, precies. Ja. En we zien het nu weer elke week eigenlijk groeien. Dus dat is heel leuk. Oké. Hey, en hoe is die verdeling ongeveer? Want je hebt hotel, vluchten en activities. Ja. En activities, dat zijn rondvaarten, musea, dat is het. Ja. Oké. En hoe verhoudt zich dat op dit moment? Nou, activities, dat loopt niet zo goed. Hebben we niet aangekregen. Ik denk dat we nu op 60% flight, 39% total gift, 1% activity gift. Oh, tijd om te stoppen met activities dan, of niet? Nee, ik geloof er wel nog in, maar tijd om te verbeteren. Goed induiken van, nou, waar gaat het mis? Ja, waarom vinden mensen het niet? Waarom kopen mensen het niet? En we hebben nu, kijk, hotel is heel duidelijk. We kopen een hotel overnachting. Vlucht is ook wel duidelijk. Maar activity is vaag. Van wat krijg je nu? Dus ik denk, waar we bij Hotel Gift en Flight Gift een hele globale aanpak kunnen hebben, is het bij Activity Gift moeten we denk ik echt op land of misschien wel regio specifiek de marketing gaan doen. En dan hoop ik dat die aangaat. Want hoe mondiaal opereer jij nu met Experience Gift? We verkopen nu online in meer dan 50 landen. Dus en waarbij de grootste markten zijn de UK, US en Australië. Hoe ziet het concurrentieveld eruit nu, vandaag de dag? Ja, het verschilt dus heel erg per concept en per land. Dus in bijvoorbeeld de US hebben we voor Hotel Gift Hotels.com als grote concurrent. Voor Flight Gift geen. En eigenlijk wereldwijd hebben we voor Flight Gift geen echte concurrent. Hey, en is het altijd een cadeautje voor iemand anders of niet? Meestal wel. Echt, echt bijna altijd wel. Wat we soms nog wel zien is in de zakelijke markt dat mensen bijvoorbeeld een kaart kopen, zakelijk betalen en dan zelf gebruiken. Ja, precies. Maar daarvoor heb je het niet gebouwd. Nee. Dat is echt 1%, misschien wel minder. Hey, als jonge ondernemers kijken veel naar dit soort video's op YouTube. Wat zijn voor jou belangrijkste lessons als je terugkijkt na 7 jaar ondernemen nu? Wat zijn de belangrijkste lessen die je vanuit het begin meeneemt, die je nu aan nog jongere mensen zou kunnen vertellen die dromen en ambities hebben om te ondernemen? Één is van, ga het gewoon doen, ga het proberen. Breng een kaart wat je nodig hebt voor een light model en ga kijken of er vraag naar is. En dan kan je het dan verbeteren en verbeteren. En 2 is focus. Dus als je dan je doel hebt en je visie, wijk daar niet van af. Want ja, er komen allemaal kansen voorbij. Maar uiteindelijk is het alleen maar afleiding. Ja. Dus hou die focus. Dat is ook moeilijk, hè? Ja, het is heel... Want je hebt elke dag weer nieuwe ideeën. Ja, nieuwe ideeën en ook nieuwe kansen. Dat hele gave partijen contact met je opnemen voor een samenwerking. Wat bijvoorbeeld laatst Manchester United, die keek of ze iets samen wilden doen. Dacht ik van ja, heel gaaf. Maar eigenlijk was dat helemaal niet. Dus niet afgeleid raken en weer door. Het is gewoon Manchester United geweigerd. Ja. Wel cool. Ja, wie weet ooit nog. Maar, ja. Hoe belangrijk is technologie in jouw bedrijf? Ja, heel belangrijk. Dat is alles. Ja. Dus, Want ik las ergens dat... kun je eens iets vertellen over je ervaring met het vernieuwen van je website? Zeg maar, ja. Een paar jaar geleden. ik heb mijn les daarin is dat je altijd alles moet AB testen. Dat kan tegenwoordig. We hebben de data, de tools daarvoor. Maar in 2017 dachten wij in onze ivoren toren van... de website die is oud en die is niet meer mooi. We gaan helemaal nieuw vet design maken. En toen we die live zetten, zonder te testen... toen was de omzet ineens gedeeld door 2 in de maand voor kerst. Dus dat was normaal al een piek zou moeten zijn. Ja, dus dan hebben we echt in de 2-3 weken daarna alles stap voor stap teruggezet... om een beetje te leren wat dat nou was. En ben je erachter gekomen? We hebben wel geleerd, ja, stukjes. Maar 1 les daaruit wel was dat het goed is om duidelijk te zijn... van 1 cadeaukaart voor 200.000 hotels wereldwijd is duidelijker dan geef iemand een mooie ervaring cadeau. Ja, en we hadden veel meer dat gevoel erin gelegd, terwijl mensen gewoon duidelijkheid willen. Ja. En logo's van hotelketens op de homepagina, dat is duidelijkheid, die hadden we naar beneden gebracht. Dus toen we dat allemaal weer terugbrachten, toen waren we er weer. Heeft je geld gekost, een nieuwe website? Los van dat die nieuwe website al geld kost, maar heeft die echt tot keihard omzet gekost? Ja, die heeft echt... ik wil niet weten.
tienduizenden, misschien richting de ton wel. Aan omzet gewoon, ja. Door even te snel een websiteje wisselen. Ja. Dat was een pijnlijke les. Hoe belangrijk is, in hoeverre vind jij het leuk om data en zo bij te houden? Ook zeg maar Google Analytics, wat gebeurt er op zijn website? Sturen jullie daarop? Ja, heel erg. Ik vind dat zelf ook heel, ik ben er bijna verslaafd aan. Zeg maar. Ja, ja. Je zit meerdere keren per dag, opening het. En als ik wakker word, is het eerste wat ik doe, Google Analytics checken. Ja, zoals en, een tv maken, de kijkcijfers kijken, zo kijk ik ook naar Google Analytics. Exact, ja. Want hoe doe jij reclame? Met name ook online, dus veel paid advertising, social media advertising. En wat werkt het beste? Is dat dan echt Google? Is dat SEA of is het social? Of wat zeg je? SEA, dus ja. Mensen die gericht zoeken. Ja, en dat is dan kunnen we ook precies meten nu van oké, ik stop er 1 euro in en er komt zoveel euro uit. Dat is eigenlijk geen marketing meer, het is gewoon sales. Ja, ja, precies. En we zijn nu wel heel erg aan dit jaar aan het focussen om die brand awareness te verbeteren. Dus dat mensen ook echt, niet mensen die ons gaan zoeken converteren, maar dat je nu al denkt, oh, er is iemand jarig, ik ga een cadeaukaart cadeau geven. En hoe ga je dat doen? Dat is meerdere pilaren. Dus we zijn nu bezig met een nieuw programma waarin we samen willen werken met hotels voor influencer marketing. Ook wel social media, PR. Ga je traditioneel advertisen of doe je dat al? Radio, televisie? Nee, dat doen we niet. We hebben wel eens weer naar gekeken, maar het is zo duur en zo'n... Ja, ik vind het zelf een heel hoog risico. Dat je het schijnt voor je merk bekend, hè? Als je zeg maar, echt zeg maar, je merkbekendheid omhoog wilt douwen, dat het nog wel werkt. Ja, maar dan is dat de vraag van wat kost het en wat brengt het op? Ja. Ik vind dat... Wat is de rol van personal branding? Want het is niet de eerste keer dat je in een interview zit, zeg maar. Dus ik heb het idee dat jij daar ook wel bewust mee bezig bent. Hoe belangrijk is jouw rol? Ja, daar ben ik eigenlijk nog een beetje zoekende in. Hmm. Dit balletje is gaan rollen en dan krijg je ook zo'n sneeuwbal effect dat mensen je steeds beter weten te vinden. En ik vind het wel leuk en dat gaat ook goed. Je merkt ook dat het goed is voor de naam van het bedrijf. Mm-hmm. Maar ik ben daar niet bewust mee bezig dat ik er dagelijks mee bezig ben. En bijvoorbeeld een hele strategie erachter heb of zo. Mm-hmm. Dat komt als het komt. Wat is het effect van zo'n opname in zo'n quotelijst? Want ik zei het natuurlijk bij de opening ook meteen, hè, 14 miljoen. Dus mensen denken dan meteen, ah, quote, 14 miljoen. Dus jij hebt 14 miljoen op je bankrekening staan. Maar dat, zo'n feestje is niet, hè? Nee, dat is puur een schatting op basis van de geschatte waardering van het bedrijf. Dus, Maar wat vind je van zo'n, zeg maar, wat vind je van die, vind je het prettig dat je erin opgenomen bent? Of heb je dat bewust, heb je je aangemeld? Of hoe werkt dat? Nee, ik heb niet aangemeld. Maar ik vind het wel een mooie erkenning. Want... Ja, dat is de lijst van self-made mensen onder de 40. Dus om op deze jonge leeftijd tussen zulke succesvolle ondernemers te staan, vind ik heel gaaf. Jij hebt een partner waarmee jij, hoe heet hem eens voor? Jorik, hè? Jorik Schreuder. Ja. Die is echt ingestapt, hè? Later. Ja. Ja. Hoe kende jij hem? Ja, we hebben een verleden dat we een relatie hebben gehad. En dat is al jaren daarvoor zijn we uit elkaar gegaan. Maar wel altijd goed bevriend gebleven en elkaar altijd goed geholpen. En nu rennen we samen Experience Gift. Maar dat is ook een soort huwelijk, hè? Ja, absoluut. Maar een zakelijk huwelijk. Ja. Maar dat was beter dan een echt huwelijk. Dat werkt beter voor ons, ja. Wat is jullie rolverdeling? We doen samen echt een strategie. Ja. En verder doe ik meer marketing, sales, PR. En hij zit meer echt op product, finance, legal. Meer op de details waar ik meer het grote plaatje doe. En wie runt de organisatie? Want je zit nu, 25 man of zo? 24. Ja. Dus dat is nog redelijk eenvoudig te managen. Wat voor mensen zijn dat? Wat voor disciplines heb je in dienst? We hebben eigenlijk drie grote pilaren binnen het bedrijf. En de ene is development, dus echt programmeren en de hele IT-kant. Tweede is marketing, dus... de naamsbekendheid en SEA. Ja. En het derde is de klantenservice en het operationele. Je hebt nu drie labels, hè? Hotel, flight en activities. Plannen voor de toekomst had je, tenminste, daar zijn jullie mee bezig, zeg je altijd. Wat zit er in de koker? Wat zit er in de pijplijn? We zijn bezig met cruises en treinreizen komen eraan. Allemaal in de reis- en ervaringenhoek. Ja, ja. Deze staan nu echt op korte termijn concreet. En dingen als health bijvoorbeeld?
Interessant, ga ik over nadenken. Ja, neem ik al, weet ik veel. Fitness en voeding en meditatie en allemaal die, zeg maar, die tak van dat sport. Het is allemaal steeds meer steeds populairder. Dus, maar ze hebben nog niks concreets voor. Want heb je wel een zekere bedrag, zeg maar, een dealbedrag nodig om, zeg maar, het een beetje rendabel te kunnen doen? Je wilt natuurlijk geen ordertjes van €5, zeg maar. Nee, we hebben het minimale cadeaukaartbedrag is €25. Okay. Euro. Maar we zien dat het in de praktijk een stuk hoger ligt. Want ja, mensen geven het dus toch een hotel overnachtig of een vluchtcadeau. En dat heb je niet voor €25. Nee. Dus de gemiddelde waarde ligt wel, verschilt weer heel erg per land. Maar tussen de 100 en €200 per kaart. Hey, twee dingen nog. Jij houdt zelf van reizen, kan ik me zo maar voorstellen. Ja. Dan heb je een slecht jaar achter de rug. Ja. Ga je weer reizen? Ja, zeker. Je mag nu van mij een reis kiezen. Je mag overal naartoe. Dus er is geen corona meer. Het is helemaal voorbij. En je mag volgende week weg. Wat zou je dan kiezen? Goeie vraag. Ik denk Zuid-Amerika. Ik ben nog nooit op het hele continent geweest. Dus Argentinië lijkt me heel gaaf. Oké. Okay. Om maar eens te beginnen in Zuid-Amerika. Ja. Hey, en tot slot je ambitie met het bedrijf. Denken jullie daar bewust over na? Ja, zeker. En wat is de strategie? Door te gaan en het groter en beter te maken. Dus we zien nog heel veel potentie om die customer journey nog vlekkelozer te maken. Ja. Geloven ook heel erg dat mensen elkaar steeds meer ervaringen en herinneringen cadeau gaan geven in plaats van materiële dingen. Ja. En we vinden het nog super leuk. Dus nee, we gaan voorlopig niet mee stoppen. Mag ik je heel veel succes wensen met Experience Gift de komende jaren. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Top, dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een video hier op 7D-TV. Wil je meer video's zien, blijf dan even hangen. Zometeen twee nieuwe. En heb je geluisterd naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.